Nou, hier komt hij, de studentenhuiskamer. We staan hier voor het Van Koningsberg gebouw op het Utrecht Science Park. En hier wordt de komende maanden een nieuwe studentenhuiskamer gebouwd. Deze is bedoeld voor spontane ontmoetingen, maar ook georganiseerde activiteiten. En het gaat er een beetje uitzien als een strandtent, een houten strandtent. Dat zorgt voor een relaxe sfeer. De nieuwe huiskamer is uitdrukkelijk bedoeld voor alle studenten aan de Universiteit Utrecht. Het krijgt meerdere ruimtes, dus de ene ruimte is de huiskamer, die is eigenlijk overdag altijd open voor alle studenten. En een andere ruimte is te reserveren voor onder andere studieverenigingen en is ook 's avonds open. Als het goed is, staat hier voor de zomervakantie al de nieuwe studentenhuiskamer. Maar voor het zover is, hebben we jouw hulp nodig. Ten eerste, op dinsdag 8 maart organiseren we een inputsessie om samen met studenten na te denken over de inrichting van de nieuwe huiskamer. Ten tweede, wil jij het komende jaar meehelpen aan het opbouwen van de nieuwe huiskamer? We zijn nog op zoek naar studenten voor in de commissie. Voor meer informatie check de link onder dit filmpje. Verder heeft de huiskamer nog geen naam. Dus heb jij een vet idee? Laat dan een reactie achter op Facebook of Instagram.